1632 tot 1677. Spinoza. Spinoza leefde in een tijd waarin mensen alleen mochten denken wat ze vonden. Vrijheid van meningsuiting bestond niet. Het was gevaarlijk kritiek te hebben op adel, kerk of machthebbers. Al was Nederland een relatief tolerant land, die tolerantie had grenzen. Hoe gevaarlijk woorden konden zijn, ondervond Spinoza toen een goede vriend in 1668 gevangen werd gezet wegens een opruiend geschrift. De jongen bezweek in het Amsterdamse Rasphuis, waar jonge misdadigers onder dwang Brazielhout moesten raspen voor de verfindustrie. Spinoza moet zich zijn dood erg hebben aangetrokken. Misschien graveerde hij daarom in zijn zegelring het woord koute, voorzichtig. Hij ontvluchtte Amsterdam en woonde achtereenvolgens in Oudekerk aan de Amstel, in Rijnsburg, waar nog altijd het Spinoza-huisje staat, in Voorburg en tenslotte in Den Haag. Hij verdiende de kost met het slijpen van brillenglazen. Wat hij in zijn vrije uren schreef, werd pas na zijn dood door vrienden uitgegeven. In een van zijn vroegste studies stelde Spinoza vast dat wat er in het normale leven gebeurde voor hem geen diepe inhoud en blijvende waarde had. En dat hij vast besloten was te onderzoeken of er iets bestond dat wel echt waardevol was. Zo waardevol dat er niets anders meer nodig was voor een goed leven. Om te beginnen streefde hij naar de verbetering van het verstand en stelde hij zich vragen als: hoe moet je denken? Hoe weet je wanneer je zeker kunt zijn van de conclusies van wat je uitdenkt? Hij construeerde zijn hoofdwerk, de Ethica, bijna als een wiskundig systeem. Het is daardoor niet gemakkelijk te lezen. Maar Spinoza schreef zelf ooit: alles wat voortreffelijk is, is even moeilijk als zeldzaam. Wat is denken? Met jezelf in gesprek, in je hoofd. Maar het verschil met praten is dat over praten, ja, dan kan je over nadenken wat je gaat zeggen. Terwijl je gedachten kan je niet leiden. Zonder erbij na te denken eigenlijk denk je. Maar je kan ook bedenken wat je gaat doen vandaag of denken wat je wil eten. Denken ontstaat uit dingen die je bezighouden. En soms houden dingen je bezig waar je op dat moment helemaal niet over na wilt denken. Maar omdat het toch altijd bij je blijft, denk je daar automatisch aan. Je kan wel gaan bedenken hoe je moet denken, maar toch is het heel moeilijk om dat zelf in de hand te hebben hoe je denkt. Want je gedachten komen zo in je op. En je zou helemaal zelf moeten veranderen, wil je ook je gedachten veranderen, denk ik. Het denken kun je trainen door veel te gebruiken, door te oefenen en oefenen en oefenen en oefenen. Door gewoon veel dingen te leren en te lezen en zo. Met iemand anders je gedachten uitwisselen kan je tot een andere conclusie komen. En dat verandert denk ik ook wel je denken. Want als je er meer van af weet, denk je er ook veel minder oppervlakkig over als wanneer je haast niks van af weet en gewoon je mening al klaar hebt staan. Dat gaat ook steeds meer en meer bij mij. Hij zegt wat denk ik daar nou eigenlijk van? Hoe kan het überhaupt dat iets oneindig is? Want hoe zit dat dan in elkaar en hoe werkt het dan? En toch, ja, hoe zijn wij ontstaan? Dat is denken, dus je vraagt je dingen af. Welke gedachte houdt jou vaak bezig? Wie heeft bedacht dat groen groen is? Wiskunde sommen. Of ik terug zal keren naar mijn eigen land. Daar moet ik wel even over nadenken. Dat is privé, dat zeg ik niet. Spinoza streefde naar verbetering van het verstand. Hoe kun je je denken verbeteren?